Oké, jongens, leuk dat jullie er weer zijn. We gaan vandaag even met de blazer op pad. Ik heb eindelijk mijn geluidssysteem over kunnen zetten. Voor de helft. Het gaat hard, alleen qua afstellingen en zo ben ik nog niet tevreden. Ik heb ook geen radio of iets. Dat leg ik later uit. Dus ik ga eerst eventjes het geluidssysteem, althans het uitlaat, moet ik jullie ook nog laten horen. Daar heb ik niet heel veel van kunnen laten horen. Dus in ieder geval, ik heb wel wat laten horen. Maar ik wil dat ik weer overheen rij, weet je wel. Dat vind ik vet. Dan hoor je echt die 5000 toeren. Dat vind ik een beetje aso als je dat op één plek doet en stilstaat. Dus ja, we gaan even kijken wat de dag brengt. Oké, jongens, daar zijn we weer. Bij een nieuw avontuur. Ik heb even een parkeerplaats opgezocht. En hier hebben we hem dan. De Big Bad Subwoofer van Jack. Yay! Voor de mensen die het afvragen, hoe heb ik het gedaan? Ik heb gewoon een AUX-kabel. Die gaat helemaal zo naar die connector toe. En die zit in een splitter. En die gaan weer naar twee splitters. En die heb ik gewoon in de linker en rechter input gedaan. Zoals je kan zien. Dus ja, zo simpel kan het zijn. Ik heb alleen wel alles moeten aanpassen. Omdat de gain van je versterker is niet een volumeknop, maar dat is een soort van, die gaat de fold opzoeken van je head unit. Nou, in dit geval is dit mijn head unit, oftewel radio voor jullie. En als je deze er dus in doet, je kan je inbeelden dit, die output hier, laten we zeggen dat het 0,5 volt is of zo. Ja, een radio die geeft misschien wel 1,2 volt. Dus dan moet ik daar alles hoger zetten om dit te kunnen matchen. Dus ja, ik heb nou nog geen dynamo erin, geen Big Tree gedaan. Dat zit er alleen ingebouwd. En dat houdt dus in dat mijn gain bijna bij die twee versterkers voluit staat. In ieder geval van mijn versterker wel. Omdat dat kan, omdat deze zwak is, om het zo te zeggen. If that makes sense. Dus ja, we gaan even deze hier neerzetten. Ik heb geen idee of jullie een beetje blijven staan. Dit is mijn eerste keer in deze auto namelijk. Zo, ik denk dat jullie zo wel enigszins wat kunnen zien. Ik denk dat dit beter is. Oké, jongens, nogmaals, dit is allemaal mijn eigen muziek. Dus mijn eigen gekochte muziek. Dus alsjeblieft steel het niet of gebruik het niet. Want als YouTube detect dat iemand het heeft gebruikt, dan komt daar veel gezeik van. Dus gewoon niet doen. Is echt niet de moeite waard. Er komt zoveel bij kijken. Oké, we gaan even een nummertje zoeken. 160 bpm. Ik hoop dat jullie een beetje blijven staan. Subzetten. Lijkt me wel vette. Oké, jongens. Are you ready to rumble? Jesus, hé. Zo, daar gaan we hoor.
Zo jongens, fucking lijp hé. Ga even een ander nummertje zoeken. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind dit echt tandoedikke content hè. Ik ga dit gewoon zelf toch terugkrijgen. Kijken. Jezus, ik kan niet meer zo praten joh. Deze al op koud staan, hè? Ga wat harder, vriend. Een mooi knoepje, jongen! Maar wauw, jongens, het gaat zo hard. Twee redenen waarom ik denk dat hij harder gaat. De volume in de auto, zeker groter. En nou, zoals je kan zien, ik heb best wel een grote kist. En des te groter de kist, des te groter de in-subwoofer. Des te groter je auto moet zijn eigenlijk. Dus ja, ik bedoel, je kan 18 inch in een polo douwen of zo, maar dat een 10 inch wint dan, of een 12 inch. Omdat 18, ja, je hebt meer flex, maar je hebt helemaal geen geluidsgolf, omdat die cabine te klein is. Dus ja, omdat die cabine hier groter is, omdat dit natuurlijk een mid-size SUV is, helaas geen full-size, maar dat maakt niet uit. In Europa wil je niet echt een full-size. Pas je nergens meer doorheen. Maar ja, in ieder geval buitenom dat. Dat is dus één ding. De auto is groter. En ik heb hier een 4.3 liter V6 in liggen. En een zware blok is een zware dynamo. Dus deze laat waarschijnlijk net die 20 of 30 ampère meer dan wat de Mitsubishi deed. Dus dat is ook een groot verschil. Wat er ook een groot verschil kan zijn is dat ik nu een 2 CO gauge wire naar achter hebt lopen in plaats van een 1 servo gauge. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die goed mee kunnen helpen. Alleen ja, in mijn optiek gaat die echt harder dan normaal nu. En dan moet je nagaan dat dat maar komt eigenlijk maar door 30 ampère meer laden van de dynamo. En laten we zeggen dat hier een 85 ampère dynamo in zit. Degene die ik ga installeren is 320. 320 jongens, horen jullie mij? Weten jullie wel hoe hard dat gaat? Nee, precies. Ik zeg ook tegen al mijn vrienden, ik kan het me niet inbeelden, want het gaat gewoon zo knijt het hard. Oké, ik heb nog een paar laagtonen die wil ik even van jullie laten horen. Oh ja, die heb ik gisteren gehoord. Ik dacht dat ik alles opblies. Zo laag. Zo laag. Ik moet het echt aan jullie laten zien. Dus be ready guys. We gaan dat even doen. Ik heb alleen één minpunt jongens en dat vind ik net zo jammer als dat jullie dat op dit moment gaan vinden. Het is niet mijn eigen gekochte muziek. En nou, logisch ook, want bedoel, je hebt maar 1 uit de 100 die echt een banger is. En vooral met zo'n soort systeem dat het er goed op werkt. Want elk systeem die pakt andere noten beter. Dus ik moet helaas het geluid uitzetten jongens. Maar de sub, die krijgen jullie van mij met alle plezier. En ik ga hem even, ja, hij staat nu een beetje op wide body, dus ik ga hem even op line air zetten. Dat hij dus niet zo breed pakt, maar alleen de kern. Dus dat gaan we nu doen. Zo, dat hebben we nu gedaan. En dan gaan we even pompen, jongens. Oh my god. Ik weet niet waar ik jullie wil hebben, want hier kan je het mooi zien, maar hier zie je de echte flex. Dus ja, ik doe het er maar een beetje tussenin, zo. Oh. Donders jongens, donders! Daar gaan we hoor.
besef. Je besef gewoon, als je hierin ruikt, dat je gewoon geen verbrande sub ruikt. En je ziet hem flexen. Gewoon, hij komt gewoon bijna zijn koon uit, joh. Dat is zo ziek. En je ruikt niks verbrands. Geen clippinglichten, jongens. Hier geen clippinglichten. Alles gaat perfect. Ik ga hem even wide view zetten, want ik heb een pesthekel aan deze krappe view die jullie nu zien. Oké, jongens, voordat ik het ga eindigen, wou ik toch nog heel eventjes jullie laten zien hoe het precies zit. Kan ik achter laten zien? Nou ja, ik laat het wel via deze kant zien. Oké, dus zo even een deurtje dicht, hoor, want het waait als de gekte hier. Oh, ja, kijk, ik heb zelfs een beek gehouden, joh. Oh, die dus dat nog ook. Nee, maakt niet uit. Jullie horen me waarschijnlijk beter nu. Het is heel radicaal snel gedaan dit, omdat zoals je ziet, ik heb nog standaard radio, dat heb ik net uitgelegd met de AUX hier, die dus naar nog een splitter gaat, vrouwtje naar twee mannetjes. Dus ga niet naar de winkel kopen, mannetje naar twee vrouwtjes. Daar word je niet gelukkig van, want die zijn altijd waardeloos. Ik heb een andere versterker hier aan toegevoegd. Dit is een Ground Zero die 75 RMS per speaker geeft. Heeft eventueel ook nog een subwoofer aansluiting die ik niet gebruik. Maar ja, en dit is de DD2500, jongens, is een blast. Ik heb die gekocht denk ik voor €400 of zo. Moet je ook kopen. Ja, gaat hard houden. €400 te veel. Ja, snap ik. Dan kan je ook tweedehands een Audison LR. Geen idee. Ik ga hem zo meteen even die naam hieronder zetten voor je. Dat is een hey, jongens, echt waar. Luister goed naar wat ik zeg. Ik bedoel, ik doe dit nu al sinds jonger dan dat ik 16 was. Ik ben nu 23. Ik ben 22, ik word er 21. Maar jongens, luister. Ik doe dit al heel lang. Ik heb opslagen vol liggen met subwoofers en speakers. Die ik binnenkort ga verkopen. Ja. Oh, yes. Dus jongens, ik doe dit heel lang. De best bang for your buck. Dus waar je de hardste knal uit haalt met het weinigste geld. Is die Audison die hieronder staat. Of net heeft gestaan. Die heb ik toen gekocht voor €80. En die geeft jou 900 RMS, als ik me niet vergis. En dat is, daar wil ik het meteen over hebben. Je hebt een soort onzichtbare grens. En onder die grens is het goedkoop. Boven die grens is het duur. Is het verschil aanwezig? Ja. Moet je het echt willen? Nee. Heb ik het gedaan? Ja. Hou gewoon in je hoofd, 750 RMS is zat. Echt waar, jongens. Ik ga nou steeds harder. En ja, tuurlijk. Ik bedoel, of je nou 150 RMS hebt, voor de mensen die niet weten wat RMS is. Als je naar een subwoofer kijkt op internet, dan staat er 300 watt piek. RMS is de helft. En wij praten in de car audio wereld alleen over RMS en nooit piekvermogen. Piekvermogen is niks, weet je wel. Hetzelfde als je je telefoon oplaadt. Ja, kan er wel staan dat hij met 14 volt oplaadt, weet je wel. Maar het gaat om de ampère die zorgt dat hij snel laadt. Nou, datzelfde als met een subwoofer. De piek is ja, wat die heeft, maar de RMS is wat hij geeft, weet je wel. En wij gaan voor wat hij geeft natuurlijk, want wij houden daarvan. Dus ja, 750 RMS, daar wil je gewoon niet boven komen. Waarom? Nummer 1, je kan natuurlijk ook 500 RMS nemen en dan, laten we het zo zeggen, 750 RMS versterker. Sub mag je zelf kiezen wat je doet. Ik bedoel, uiteindelijk blaas je het op, moet je toch kopen. Dus ja, ik zou zeggen, de grens ligt voor mij bij 750. Ik ben er overheen gegaan. Jongens, het is een hobby uit de hand geslagen. Help me. Maar ja, 750 RMS. Waarom? Omdat dat is een beetje de grens dat alles nog net door de beugel kan. Dus bijvoorbeeld, stel. Dit is 750 RMS. Dan hoef ik niet deze gekke kabels te kopen. Die net zo dik als mijn fucking vingers zijn. Zoals je kan zien.
En dan hoef ik ook niet zo'n dure versterker te kopen. En dan hoef ik, nou, zo'n kist. Ja, ja, jongens, echt waar. Ik weet dat, jongens, jullie gaan allemaal zeggen. Ja, maar kijk wat een ruimte je kwijt bent voor zo'n kist. Jongens, ik snap het. Echt rustig. Maar ik hou van Amerikaanse rapmuziek. Dat is traag, laag en hard. Daar heb ik dit voor nodig, jongens. Daarom heb ik een 15 inch. Waarvan de fucking groot is. Ik bedoel, ja, jullie kunnen het niet inbeelden. Maar check hem, jongens. Check hem dan. Maar ja, daarom heb ik zo'n grote poort ook. Daarom heb ik eigenlijk die grote poort voornamelijk. Omdat die zo krap in model is, hoor. Maar ja, normaal zijn ze nog groter dus. En ja, weet je wat het is, jongens? Dat is gewoon de grens. Die 750 RMS. Als je daar overheen gaat, wordt het duur. Waarom? Als je eronder blijft, koop je koop je zo'n kabelkitje met wat tulpstekkers erbij. Die kost 30 euro als je een beetje een goede koopt. Koop hem dan wel met koper. Gewoon aangeraden. Doe nou gewoon koper, jongens. Wat het fuck is koper, Jack? Koper is die mooie prachtkleur. Ik denk dat ik hem hier aan jullie kan laten zien. Kijk, dit is koper. Die kleur, en dat is koper. En ja, waarom kopen? Omdat dat bijna de helft meer burgerlijdt dan dat aluminiumkleurige bekabeling. Dus ja, dat moet je gewoon willen. Koper is altijd goed. Maar als je 750 RMS hierin flikt, koop dus een kabelkitje. Nou, dat kost je misschien 50 euro. Zo'n subwoofer, niet deze, maar tweedehands. Tweedehands gewoon goed, jongens. Je moet niet denken dat tweedehands meteen slecht of amateurisch is. Ik heb mijn hele leven op tweedehands gekocht. Toevallig heb ik hier alles nieuw. Maar ik bedoel, je moet ergens beginnen. Ik bedoel, zoals ik al zei, ik heb het 6 jaar gedaan. Ik heb 6 jaar, wellicht, gespaard om dingen te kunnen kopen zoals dit. Het is niet dat het uit de lucht komt vallen, dit. En het is een passie van mij, die ik blij ben dat ik hem kan voorzetten. Dus ja, ik ben daar heel blij mee. En ja, dus ja, je hoeft niet per se meteen het beste en het duurste en zo. Ik bedoel, kijk maar naar mij. Ik koop nu deze. Toen kwam ik erachter van, ja, nou ja, mijn oude versterker, die gaat dat niet trekken. Dus toen heb ik deze gekocht. Maar toen ik deze kocht, 2500 RMS, toen dacht ik al meteen bij mezelf, oei, nou ga ik in problemen komen. Want ik had helemaal niet de dingen voor een 2500 RMS. Ik had helemaal geen dikke Amerikaanse kabels. Ik had helemaal geen dynamo. Ik had helemaal geen V6 motorblok die dat kan supporten, die dynamo. Ik had helemaal geen kabels. Ik had helemaal de hele kistenberekeningen, die worden ook anders daardoor. Enigszins. Dus ja, dat is gewoon niet the way to go, ouwe. Ik weet gewoon, als jullie gewoon leuk geluid willen hebben, ben ik best bereid een keer een video te maken voor jullie met mijn top 10 beste keuzes die jullie kunnen kopen. Tweedehands of nieuw. Dat kan misschien best een vette video zijn. Willen jullie dat? Dat ik jullie een vette video geef met wat je het beste kan kopen. De beste bang voor je buck. Het beste krachtigste systeem voor je geld. Prima, geen probleem. Wil ik best doen. Maar dan moet je één ding voor me doen. Anders weet ik niet of jullie het ook willen. Even een likeje of een reactie achterlaten. Dan weet ik waar ik aan toe ben. Dus ja, ik denk, ik heb waarschijnlijk nog wat vergeten. Maar jongens, het is heel simpel. 750 RMS, meer wil je niet. Uiteindelijk, want eigenlijk je hele systeem runt op je standaard autodynamo. En die heeft van alles waar hij mee rekening mee moet houden. Hij heeft zijn licht. Ja, ga maar door. Lichten. Ja. Van alles gericht. Oké. Nee, maar die heeft van alles, jongens. Die heeft de lichten, de radiator, de. Noem maar op. Alles. Alles waar je auto op runt. Injectoren, ECU, lampen, alles. Speakers, radio, head unit. Dashboard, alles gaat via je dynamo. En uit de fabriek komt die gerold.
bijvoorbeeld, we maken snel rekensommetje. Lichtjes. Oh, ja, oké, dan dat gaat ongeveer 60 ampère trekken. Dus dan doen ze een 60 ampère dynamo in. Dan kan je zeggen van, ja, maar waarom doen ze dan geen 80? Want dan is het toch eigenlijk altijd overbelast, weet je wel? Nee, omdat alles aan op dat moment 60 ampère is. Dus dan heb ik het over remlicht, achteruitrijlicht, groot licht, klein licht, stadlicht, speakers, voluit, radio voluit. En dat is nooit bijna. Dus daarom zit er altijd wat speling tussen. Waar wij van profiteren als subwoofer gebruikers. Dus ja, als we een 60 ampère doen en je systeemje, laten we zeggen, die pakt 35 ampère. Dan kan je voor je sub dus ook gewoon nog het overige gebruiken. Alleen daarom is die grens 750 zo kritisch. Omdat boven de 750, dan gaat je dynamo het niet meer trekken. Het beste is 500 RMS, maar ja, ik ben altijd heel geterig en hebberig. Dus het is gewoon 750, is leuk. 500 zou beter doen, maar ja, 750, dat houdt hij ook gewoon prima uit. Dus ja. Daarom moet je niet zo'n bakbeest willen als mij. Tenzij je natuurlijk net zo loco als ik ben en gewoon full out wil gaan. Ja, ja, dat kan ook. Maar dan gaat het je zeker 3000 euro meer kosten. Terwijl dat goedkoper kan. Bijvoorbeeld mijn oude setje die ik had, die ik hierin had, was een B2. Gekocht voor 300 euro. Blies op binnen een dag. Nou ja, binnen een paar maanden. B2, niet doen, niet doen! En nou heb ik dit. Maar daarvoor had ik, dat was een Bose. Niet een Nee, het was niet een Bose, het was een Bos. Dat is een beetje, de Excalibur van Amerika, om het zo te zeggen. Dat is echt zo'n aftrappetje, eeuw, vies. Daarentegen had ik ook een Sony X-Plot. Een rode van 600 RMS. Die knoep, het ging hard, jongen. Dan had ik hem op die Audison. Ik moet hem op grijze noemen natuurlijk, anders slaat het helemaal nergens op. Ik had een Sony X-Plot rood. Kostte 60 of 70 euro. Dan had ik een versterker erbij van 80 euro. Dat is die Audison waar ik het net ook over had. Kabelkitje. Hoefde ik niet te kopen, want die had ik al. Maar voor jullie tussen de 30 en 50 euro. Gaan er vanuit dat jullie al een radio hebben. Anders moet je die ook nog kopen voor 80 euro. En dan ben je klaar. Exclusief speakers, hè. Dan. Ik heb het alleen over subbie. Maar ja, je kan gewoon voor best wel goedkoop hard gaan. En ik snap dat niet iedereen zo gek is als 100 of 500 euro uit te geven aan een geluidssysteem. Maar dan moet je ook niet klagen als het niet hard gaat, weet je. Heel veel vrienden van mij die komen naar me toe. Zeggen, ja Jack, ik wil knallen, dit en dat. Ja, wat is je budget? 275 euro. Zeg ik, wat, voor een versterker? Nee, voor alles. Poem, ja, dan ga je op Marktplaats kijken, want nieuw ga je het niet kopen voor die prijs. En dan kom je dan tegen? Pioneer subwoofer set, Excalibur subwoofer set, JBL subwoofer set. Tuurlijk. Het gaat hard, jongens. Maar ja, je moet ook wel rekening houden dat het wel... het is niet dit, hè. Het is niet dit. En ik zeg ook niet dat... Oh, jongens, dat is heet. Ik zeg ook niet dat jullie dit moeten kopen. Ik zeg alleen... als je laag Amerikaanse rap houdt, dan moet je wel iets in de content van zo'n soort kist hebben. Hoeft niet per se zo groot. En dit is een 15 inch, dus 12 inch. Zal geheid krappen zijn. Die zo hier zitten of zo, weet je wel, qua formaat. Maar je hebt wel een grote kist nodig, jongens. Ik kan de hele dag andere merken afkraken, omdat ik vind dat ze slecht zijn. Uiteindelijk doet elk merk het goed. Maar de kist is echt nummer 1. Ik bedoel, het enige waar een merk goed of slecht in kan zijn, is de materialen van het gemaakt wordt. Waardoor de klank anders kan worden. En dat ze snel opblazen. Weet je wel? Ik bedoel, voor de rest is het niet veel speling. Hetzelfde als een auto. Je hebt een goede auto of een slechte auto, weet je wel? Hij doet het altijd. Of hij doet het nooit. Nou, zo is dat ook met een subwoofermerk. Bijvoorbeeld, deze die heb ik dan gekocht voor flink veel geld. 550, denk ik. En
ik heb deze echt verkracht gewoon. Gewoon, dit is echt. Ik heb een clipping lampje en clipping is slecht voor je subwoofer. Ik heb dat heel veel gedaan met dit per ongeluk, zonder dat ik het door had. En hij leeft nog steeds. Hij heeft nooit geroken. En dat is, dat laat kwaliteit zien. Ik had bijvoorbeeld een vriendin, die had een versterker. En die blies de sub op. En ik ben dan de liefdadige jongetje die dan nog een sub geeft. Die blies ze ook op. En nog een sub. Die blies ze ook op. En toen werd ik zo narrig dat ik erachter kwam dat die versterker van haar van een onbekend merk was. High volume of high performance. Of nee, high voltage. High voltage. Oh, die naam vergeet ik niet snel. En die blies iedere keer mijn subs op. En dan niet als die echt vol gas stond, maar gewoon op 1/3 volume al. Blies die het op. Het is echt heet, jongens. Oh. Dus ja, jongens. Het ligt niet altijd alleen aan de sub. Of alleen aan de versterkers. Het ligt aan heel veel. Het ligt aan de head unit die je gebruikt. Zo'n ouderwetse, die gaat niet geven wat ik wil. Dan moet je gewoon een Pioneer, JVC, Kenwood kopen. Eén van die drie zit je altijd goed. Maar ja, het is misschien wel vet om een goede video een keer van te maken. Wat je nou het beste kan doen en wat je nou niet het beste kan doen. Dus ja. Wat ik jullie even wel laten zien was de pluskabel. Omdat hij zo dik is dan normaal. Heb ik het door mijn fucking auto heen moeten boren. Kiekies. Wat ik erbij wil zeggen is dat alles in zwart gespoten is. Blanke laklaag eroverheen gedaan. En toen op laten drogen. Toen heb ik de duct tape gedaan. Duct tape is alleen voor het heen en weer halen. Dat hij niet zo krast en schuurt. Ja, super vet. Het regent, jongens. Ik word zeiknat. Ik ga naar binnen.